De vooruitstrevende hervormingspartij VHP heeft afgelopen zaterdag een culturele dag gehouden in haar partijcentrum De Olifant. Deze activiteit is gehouden in verband met 145 jaar Hindoestaanse immigratie, 155 jaar afschaffingsslavernij en 165 jaar Chinese immigratie. Verschillende culturele groepen hebben optredens verzorgd. VHP-voorzitter Chandrika Prasad Santokhi zei voor de afsluiting van de dag dat het belangrijk is dat Surinamers zich in elkaars cultuur verdiepen. We kunnen inderdaad 165 jaar geleden zijn gekomen naar Suriname, 145 jaar geleden, de Javaanse gemeenschap ook. En ik kijk naar het optreden vanaf 's middags hier in het partijcentrum. Begonnen met een Javaans optreden van Jaran Kepal. Paardendag. Met zoveel spiritualiteit. En wij zitten al meer dan 100 zoveel jaren in Suriname. Maar wat weten we van die Jaran Kepal? Hoeveel kennis hebben we over die Jaran Kepal? Wat kunnen we vertellen aan onze kinderen? Dit is Jaran Kepal. Dat zijn ze aan het doen. Terwijl het deel is van de Surinaamse. Ondanks het hier om een culturele activiteit ging, sloot de politicus Santokhi zijn toespraak af met een mededeling dat de VHP zich opmaakt in 2020 de regeermacht over te nemen. En ik ga afsluiten met een zinsnede uit het tweede couplet van het Surinaamse volkslied. En we zingen het met volle borst. Alleen moeten begrijpen wat we zingen. Was op tata kamopo. Was op tata kamopo. We moesten die konrepo. En dat is de missie van VHP. Vandaag op deze dag. Van waar onze voorouders ook vandaan mogen komen. Wij hebben de plicht. En zeker de VHP om te zorgen dat dit land goed bestuurd moet worden. Dat er goed bestuur moet zijn in dit land. Dat er organisatie moet zijn in dit land. En dat is de missie van de VHP. Als wij vandaag herdenken, al die immigratiedagen, de afschaffing van de slavernij, dat wij een bestemming hebben. Chandrika Prasad Santokhi, voorzitter van de VHP, afgelopen zaterdag in de Olifant. De partij organiseerde een culturele dag in verband met de herdenking van 145 jaar Hindoestaanse immigratie, 155 jaar afschaffing van de slavernij en 165 jaar Chinese immigratie.